Als je me een beetje volgt op social media zoals Twitter of Instagram, dan weet je dat ik dit schooljaar een tussenjaar heb genomen. En dat komt vooral omdat ik te laat was met inschrijven en er nog niet helemaal klaar voor was om gelijk op kamers te gaan. Het leek mij leuk om voor de video van vanavond, omdat ik het gelijk deze middag film, omdat ik het heb uitgesteld. Het leek het me leuk om jullie mijn doelen voor mijn tussenjaar te vertellen. Het zijn eigenlijk ook gelijk een soort van 2018 doelen. Ook al zitten we nog niet aan het eind van het schooljaar. Of aan het eind van dit jaar. Wel bijna, want echt ongelooflijk dat het morgen gewoon 1 november is. En mijn verjaardag er heel snel aankomt. Laten we maar beginnen met 10 doelen. 10 doelen? Ik weet niet of het 10 zijn. Het is precies 10 uur. Mijn allereerste doel voor mijn tussenjaar is om een nieuw boek te schrijven. Met NaNoWriMo precies om de hoek. Twijfel ik nog een beetje of ik eraan mee wil doen, ja of nee. Maar ik heb genoeg ideeën om een nieuw boek te schrijven. Achter Hemel en Aarde is bijna klaar. Het is nu bij de proeflezers. Maar daarna moet er nog wel wat gebeuren. Maar ik wil gewoon sowieso een hele nieuwe stap zetten. Misschien wel in dezelfde wereld. Want Roep van de Banshee, waar ik nog niet veel over verteld heb, is ook in diezelfde wereld. Maar nou heb ik ook een soort vervolg voor Achter Hemel en Aarde kunnen bedenken. Dus ja, wie weet. Dan wil ik heel graag ook een reisje maken naar Edinburgh. En dat heb ik gepland voor 9 april tot en met 13 april. En ik heb het nog niet geboekt, maar ik wil het wel heel graag boeken. En ja, ik wil in mijn tussenjaar vooral wat meer avonturen beleven. Want ik ook heel graag nog met de trein naar Parijs. Het staat hier ook op het lijstje, dus nummer 3. Want toen Anne tegen mij zei van ja, ik ga met mijn vriend naar Parijs, dacht ik... Ik wil ook al. Treinen vind ik sowieso altijd wel heel erg leuk. Dus om met de Thalys naar Parijs te gaan lijkt me echt super tof. En dan volg een pottenbakcursus. Ik volg echt al heel erg lang Flora in the Garden op Instagram. Zij maakt potjes in de spirits van vagina's, om het zo maar te zeggen. En ze zien er altijd zo leuk uit. Ik wil er ook heel graag nog een voor mijn kamer. En ja, gewoon wat potlood of pennen of een bloemetje erin of tandenborstels, geen idee. Maar ja, die wil ik ook nog heel erg graag. En zij geeft sinds kort ook pottenbakcursussen. Dus het lijkt me echt super tof om er eentje bij haar te gaan volgen. Mijn moeder en een vriendin van mijn moeder willen ook nog heel erg graag zoiets gaan doen. Dus wie weet komen ze wel mee. Maar ik wil gewoon iets meer dingen gaan uitproberen het komende schooljaar of het komende tussenjaar. En ja... Gewoon iets meer dingen doen waar je later waarschijnlijk niet zo heel veel meer aan hebt. Maar wel heel erg creatief ben mee bezig geweest. En toch alweer een hele leuke herinnering hebt. Bedenk een schoolbackup plan. Ja. Ik weet nu wel wat ik wil gaan doen. Ik wil heel graag naar Artes in Arnhem. Alleen de selectieprocedure is heel erg streng. En dus is er een kans dat ik eigenlijk niet word toegelaten. Of dat ik tegen die tijd gewoon alweer mijn... interesses heb veranderd. Hoe zeg je dat? Ja, als ze veranderen kan ik ook niet zo heel erg veel aan doen. Maar ja, ik moet dus een plan B hebben. En daar moet ik dus nog echt achteraan. Als het goed is, is komende zaterdag 4 november is er een open dag op Artes. Ga ik naartoe met mijn moeder. En ik heb ook al een andere opleiding op die school bekeken. Dus daar ga ik ook heel erg even naar... Ook bij die opleiding vormgeving zou ik heel erg graag wat meer informatie willen. En ja, dan misschien nog iets wat meer in de buurt is. Dus Rotterdam of Delft of Den Haag. Breda klinkt ook heel erg leuk. Maar ja, het gaat vooral om de opleiding en niet om de stad. En dan eigenlijk als allerlaatste, ik heb niet zoveel doelen op dit lijstje staan, is... Sta meer open voor spontaniteit. Ik was vroeger echt heel erg spontaan. Ik liep altijd weg met mijn ouders om zomaar vreemden aan te spreken. Nu zou ik ook niet zo heel snel meer vreemden aanspreken. Maar ik ben wel iemand die altijd in een dorp de mensen gedag zeggen als ze voorbij lopen. Want dat doet ook bijna niemand meer. En dat vind ik echt jammer. En ja, gewoon wat meer mensen ontmoeten via internet. En ja, gewoon zomaar dingen spontaan gaan doen. Ik denk dat het ook op mijn lijstje stond voor dit hele jaar van 2017. Om iets meer spontaan te zijn. En ja, het is me wel gelukt. En ook vaak ja en nee zeggen. Want ik zeg niet zo vaak ja. In tegenovergestelde van te vaak ja zeggen. Maar ja, ik wil leuk en meer dingen spontaan doen. Zoals een pottenbakcursus. Of gewoon naar een excursie toe. Of dat soort dingen. Dus ja, ik wil gewoon mijn weg wat verbreden. En meer inspiratie opdoen. En gewoon allemaal leuke dingen doen dit jaar. En vooral heel veel afspreken met Nick en Ismee om lekker te schrijven. En lekker bij de writers community blijven.
En ja, gewoon heel erg veel schrijven. En ja, schrijven. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Volg me zeker op de social media kanalen. Want dan kan je echt alles up-to-date zien wat ik in mijn tussenjaar doe. Dus Instagram en Twitter. En ja, dan ben ik lekker actief in mijn stories en in de tweets. Niet altijd even goed met mijn foto's, want I have a fear of feet. Zou je in mijn laatst geplaatste foto wel kunnen zien. Maar ja, volg me zeker. Links staan hier beneden. En dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe vlog. Doeg!